Klopt. Beach Boy komt echter van een kleine pauze af. Zijn laatste start was in maart. Start over 1 minuut. Heeft vorig jaar hele mooie dingen laten zien in de Monté. Ik weet niet of hij nu al scherp genoeg is, maar aan de koot te zien is hij aardig in orde. Dan hebben we nog even het laatste woord. Er zijn nu een aantal favorieten, namelijk de nummer 3, de nummer 6, de nummer 7, de nummer 8 en de nummer 9. Allemaal op ongeveer €5. Dames en heren, succes en hopelijk zien we een mooie koers. Start over 20 seconden. Deelnemers, verzamelen alstublieft. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor Fries Congres en Paardencentrumprijs. De Monté Draverij, 3 vakken paarden draaien in. Valse start. Deelnemers, valse start. Herverzamelen. De start blijft vrij. Paarden op weg naar de startvakken. Rijden aan. Volte. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart. Cicero Boco begint uiteraard als een laatstaande klus. En er is een strijd om de leiding. Die wordt vooralsnog gewonnen in de eerste bocht door Bright Look. Bright Look heeft een lengte voorsprong genomen, biedt het op de tweede plaats. 3 lengte daarachter volgt Long Lady. En dan de halve lengte daarachter is het Yannick Meadow. Die wordt gevolgd door Yorkie van Bremen. Die komt de eerste geleden ook vergezellen. En zo gaan de paarden dan halverwege de rechterlijn voor de tribune. En dan heeft Bidet de leiding genomen. Bidet die leidt. En die heeft aan lengte voorsprong op de tweede plaats Bright Look. In derde positie volgt dan Yannick Meadow. In vierde stelling gaat de bocht in Yorkie van Bremen. Een groot gat dan tot Long Lady. En die wordt op 4 lengte gevolgd door Beach Boy. Dan Cicero Boco met Charlie J. En daarachter dan Bent Ricardo. En de paarden zijn inmiddels aan de overzijde van de baan. Betreft de koplopers. En nog altijd Bidet, degene die het tempo maakt. Bidet heeft 2 lengte voorsprong. Op de tweede plaats erachter Yannick Meadow. En in derde stelling nog altijd Bright Look. De vierde plaats is voor een aangesloten Yorkie van Bremen, die thans in de aanval gaat en naar een derde plaats gaat. En deze 4 paarden hebben zich afgescheiden van de concurrentie die 7 mijlslaarzen moet aantrekken om die koplopers nog bij te halen. Zo lijkt het. De paarden in de rechte lijn voor de tribune. En Bidet lijkt nog altijd. Bidet heeft in het tweede spoor de leiding. Paarden gaan zo dadelijk opnieuw langs de finishpaal. De volgende ronde in. Bidet halve lengte voorsprong op Yannick Meadow aan de binnenzijde. Daarachter volgt dan op een 4e lengte Yorkie van Bremen. En 6-7 lengte daarachter Bright Look. Op 6 lengte daarachter volgt dan Beach Boy. Die wordt op 5 lengte gevolgd door Cicero Boco. Uitgeschakeld nummer 4, ronde regelmatig. Nummer 4, ronde regelmatig. Wordt uitgeschakeld. En de paarden zijn weer einde overzijde en gaan dan nu de stalbocht weer in. Met nog altijd Bidet die de maat slaat. Bidet heeft 1,5 lengte voorsprong. Op de tweede plaats Yannick Meadow nog altijd in afwachtende houding. En daarachter op een 3e lengte Yorkie van Bremen. Dat zijn op dit ogenblik de paarden die het front vormen. En we zijn op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Bij het passeren van de finishpaal nog 1 volle ronde te gaan. En daar heeft Bidet nog altijd in het tweede spoor op zoek naar de betere grond de leiding. Bidet leidt. Aan de binnenzijde zien we daarachter naar voren komen Yannick Meadow. En die heeft de leiding overgenomen bij het indraaien van de laatste ronde. Bidet op de tweede plaats. En zo zijn we dan halverwege de bocht.
Yorkie van Bremen ligt aangesloten derde. En op jacht naar aansluiting daarop, maar thans galopperend, is het Beach Boy. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overzijde van de baan. En het is daar dat Yannick Meadow afscheid neemt van de rest van de concurrentie. Yannick Meadow heeft 4 lengte voorsprong genomen. Yorkie van Bremen zet de achtervolging in. Biedert wordt bedankt voor de moeite en zo gaan de paarden de laatste bocht in. Met nog altijd aan de kop van het veld Yannick Meadow en Danny den Dubbelde. Danny den Dubbelde leidt met zijn Yannick Meadow met 4 lengte op Yorkie van Bremen. 5 lengte erachter Biedert en zo zijn we dan in de laatste rechte lijn. 150 meter nog te gaan en dan is het nog altijd Yannick Meadow die leidt. En Yorkie van Bremen komt meteen de laatste poging, maar die zal ook nog Pegasus vleugels moeten spreiden. Dat lukt niet. Het is Yannick Meadow die het wint voor Yorkie van Bremen. Biedert wordt derde en op afstand daarachter is het dan Beach Boy. Die wordt gevolgd door Cicero Boko. En dan wordt het zo dadelijk donker en dan is alles binnen.